Ik sta hier op de binnenplaats van kasteel Glamuzzi. En dat kasteel ligt in de buurt bij Kyllini, vlak voor de kust bij Zakynthos, zeg maar aan het vasteland. In het meest westelijke punt van Peloponnesos. En dit is typisch een voorbeeld van een middeleeuws kasteel die je ook in Griekenland kunt vinden. En in Griekenland heb je natuurlijk heel veel gebouwen die uit de oudheid komen. Dus zeg maar uit de tijd voor Christus. Maar dit is echt een kasteel uit de middeleeuwen. Het kasteel is gebouwd in de tijd van de derde kruisvaarderstochten. Je had de eerste twee kruisvaarderstochten had je er al op zitten. En toen op een gegeven moment de val Constantinopel viel. In die periode werd dit kasteel gebouwd. In het jaar 1204. Tussen 1204 en 1207 is het kasteel in 3 jaar tijd is dit geheel gebouwd. Het is een enorme klus geweest om dat in zo'n korte tijd helemaal neer te zetten. Maar het is gelukt. Het was ook een stop tijdens de kruisvaarderstochten. En werd hier overnacht. En kon je hier dan een stop maken. Het lag mooi aan de kust. En voordat je zeg maar de volgende etappen maakte richting Constantinopel en dan over land via Turkije richting het Heilige Land, hè, zeg maar. En dus richting Jeruzalem was dat toen. Werd dus hier dan een stop gemaakt. En dit was zeg maar de plek hier voor de kust waar dan de schepen dan aan land kwamen om dan uiteindelijk om hier dan de mensen af te zetten, zeg maar. Dat was eigenlijk op dit punt vond dat plaats. En hier staat dus, dit is zeg maar een Frans kasteel eigenlijk, door Fransen gebouwd, echt typisch Franse bouwstijl. En vandaar ook de naam Glamuzzi, het is niet echt een Griekse naam, het is meer Frans. Maar het kasteel staat vandaag de dag nog steeds en het is een, het is voor een deel is het een ruïne en het kasteel zelf is wel redelijk opgeknapt. Het is een overblijfsel uit de tijd van de kruisvaarders en dat is ook wel even leuk om te zien in Griekenland. Behalve natuurlijk die gebouwen uit de oudheid is dit een gebouw wat herinnert uit de tijd van de middeleeuwen. Dus het is tot en met de 15e eeuw is dit echt bewoond geweest. En het was eigenlijk in bezit van Geoffrey de Villardin. Dat was eigenlijk de eerste die hier kwam. En uiteindelijk heeft zijn zoon het overgenomen, William de Villardin. En die wonen dus in dit kasteel. En je ziet nog in het gebouw nog symbolen van de kruisvaarderstochten. Er is een museum waar je nog dingen kunt zien. En voor de rest is het echt een prachtig kasteel bovenop een berg. En dit is trouwens de toegangspoort. Kunnen we even doorheen lopen. Misschien is dat wel even leuk om te doen. Het is echt nog echt goed bewaard gebleven. En je ziet toch echt die hoeken, zeg maar. Dus daarboven dat je daar de verdedigingswerken, zeg maar. En dit was trouwens. En ze moesten het trouwens goed verdedigen tegen. Tegen de Byzantijnen, tegen de Turken, die wilden invallen. Nou, hier lopen we naar buiten. En, als je daar kijkt, zie je het eiland Zakynthos. Dus vanaf Zakynthos, als je met de verrekijker kijkt, kun je misschien het kasteel zien. En daar heb je al de zee, dus daar kwamen ze al land. En kwamen ze hier zo het kasteel in, dus dit was een beetje hoe het eruit ziet van buiten. Het is echt een mooie omgeving, een niet al te veel bezochte toeristische plek in Griekenland. Het is een beetje onder de radar, maar dat is juist leuk, dit soort plekken. Ja, dit is toch echt iets waar je echt langs moet rijden om dat te weten. Of gewoon goed of een reisgids kopen waarin je dat kunt lezen. Maar anders is het. Dit is trouwens de voorkant. Ik laat het je nog even zien.
Ziet er echt, echt goed bewaard gebleven. Het ziet er echt nog schitterend uit. Nou, dit was het vanaf Kasteel Glamuzzi bij Quilini in de buurt bij Sakintos.